Goedemorgen op dag 3. Waarom ik altijd zo vroeg wakker ben? Nou, luister. S'avonds kikkers, 's ochtends kikkers en vogels. Nou, nog even lekker geslapen op weg naar het zwembad. 7 uur 's ochtends. Don't ask me why. Maar schijnbaar is sporten en actief bezig zijn voor je ontbijt heel goed voor je mindset. Nou, dat gaan we eens even onderzoeken. Maar ik ben nog niet zo heel erg overtuigd. Nogmaals, don't ask me why. Kijk, nu heb ik dan toch bewijs dat ze er echt zitten. Oh, en dan broodje Surinaamse kip als ontbijt. Nou, op weg naar het werk. We nemen eens een keer een andere route. In plaats van links van de boom, nemen we rechts van de boom. Dat geeft toch een hele andere kijk op het leven. Dus ik ben er klaar voor. Op naar kantoor. Een ander uitzicht, een ander bureau. Geef mij maar flexwerkplekken. Ik ben voor. Wandeling dag 3. Het heeft echt ontzettend geregend. Je kunt gewoon op straat zwemmen dus. Ik merk dat ik in herhaling ga vallen. Morgen wordt het echt een stukje korter. En misschien ook wel 2 dagen in 1. En je zal denken, ze heeft dezelfde kleren weer aan. Dat klopt. Maar ze worden ook gewoon gewassen hoor. Dus no worries. En anders zijn hier echt niet zoveel mensen die me ruiken. En ben ik het alleen maar zelf. Ik ga eens eventjes een podcastje luisteren. En ik ga alleen maar dingen filmen die ik echt heel erg mooi vind. Dus ik zeg of tot morgen of tot iets heel erg moois. Slechter wordt het vandaag niet meer.